Drink glitter for breakfast and shine all day. Dit is echt zoiets voor je schoonmoeder of zo, weet je wel. Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Action Nederland. Ik ben Larissa en misschien ken je mij wel van mijn eigen kanaal Larissa Bruin. Daarop maak ik ook regelmatig video's over Action. Zo heb ik laatst bijvoorbeeld een video gemaakt waarin ik mijn huis helemaal kerstproof ging maken. En heel veel leuke kerstspulletjes had gevonden bij Action. Nou, een deel van het resultaat zie je hier in mijn boom hangen, maar waarschijnlijk komt de video binnenkort online. In ieder geval gaan we in deze video focussen op kerstcadeautjes. Dus ik ga het jullie allemaal laten zien. Ik heb hier twee enorme tassen staan. Ja, je kunt best wel veel vinden voor een mooi bedragje. Dus laten we gauw gaan starten. Nou, misschien het makkelijkst om meteen maar eventjes te beginnen bij leuke cadeauverpakkingen, want daarvan heb ik ook heel veel gevonden. Zo ook deze leuke cadeautasjes. Het zijn drie verschillende en ze zijn allemaal 68 cent per stuk. En natuurlijk wordt elk cadeautje ook wat leuker door een mooi cadeautasje. Net zag je al een rendier voorbij komen. Hier wat kerstboompjes en sterretjes met een strikje. Ik ben hier echt heel erg tevreden mee. Kan ik echt iedereen heel erg blij mee gaan maken. Dan een cadeau wat, ja, eerlijk gezegd weet ik nog niet of ik dit cadeau ga geven of dat ik het cadeau ga geven aan mezelf. Ik vond dit namelijk wel heel erg leuk. Hij is al een beetje uit de verpakking, maar dit is een glitter blanket, of wel een glitter blanket. En deze is 140 bij 180 centimeter. Nou, ik kan hem meteen ook wel uit de verpakking halen om hem eventjes goed aan jullie te laten zien. Kijk, dit glittert zo lekker. Natuurlijk waren er verschillende kleuren, maar deze vond ik wel echt heel erg mooi. Het houdt een beetje het midden tussen roze en bruin. En ach, het voelt ook heel lekker aan. En deze was €5,55. Dan was dit een van de eerste dingen die ik tegenkwam, namelijk een spiegel. Ja, deze spiegel vond ik heel erg mooi. Is ook wel een spiegel waarvan ik weet dat heel veel vriendinnen deze leuk gaan vinden. En nog leuker, je kunt het niet alleen maar als een spiegel gebruiken, maar je zou het ook als een dienblad kunnen gebruiken. En dan kun je er eventueel nog wat leuks op zetten of wat leuks op doen, bijvoorbeeld kaarsjes of zo. En dat dan inpakken in cellofaan. Ja, dan heb je meteen een heel persoonlijk cadeau gemaakt. De spiegel is €4,99 en om jullie meteen een ideetje te geven, je zou daar dus bijvoorbeeld dit pakketje bij kunnen doen. Dat is dan een Home Fragrances Candle and Diffuser set. Ook echt meteen een gift set, dus er zitten kaarsjes in, maar ook een diffuser. Nou, dit is de Wild Rose. Die vond ik er ook meteen heel erg mooi uitzien. En stel nou dat je deze bij elkaar koopt, dan kun je dit dus eventueel al helemaal in elkaar zetten, cellofaantje eromheen of misschien iets van leuke cadeauverpakking. En dan heb je echt een heel gift set zelf samengesteld. En deze is €3,79. Wat eigenlijk al een gift op zich is. En zo vond ik dus ook dit kleine geitje. Dit is een beker met daarin een KitKat. En volgens mij is dit niet zomaar een KitKat, want er staat ook Glitter and Shine. Zou deze KitKat ook gewoon nog glitteren of zo? Of is het meer de verpakking? Ik weet het niet. Maar ik zou zeggen, laat je verrassen. In ieder geval kun je hier ook iemand anders mee verrassen. Er staat op de beker, drink glitter for breakfast and shine all day. Nou, ik denk dat heel veel van mijn vrienden dit heel erg leuk zouden vinden. Ja, eigenlijk ben je dan in één keer klaar met wel echt een kleinigheidje. En zo'n beker is dan heel erg leuk voor maar €2,49. Nou, ik weet niet van jullie, maar ik maak eigenlijk mijn vader altijd weer zo'n beetje blij met hetzelfde. Tromgeroffel. Sokken. Ja, dit is een set van sokken. Drie sokken. Het zijn cozy wool socks. Ik weet gewoon zeker, die man die wordt hier weer gewoon helemaal blij mee. En dat geldt vast niet alleen maar voor mijn vader. Ook als je een cadeautje moet vinden voor je oom. Dan kunnen sokken toch gewoon nog altijd, vind ik. Ja, dat vind ik. Maar misschien denk jij daar anders over. Laat vooral eventjes weten in de comments. Wat voor cadeautjes haal jij graag voor een man? Ik vind mannen op de een of andere manier toch altijd net wat moeilijker. En dit is meteen een setje van drie en die zijn €3,99. Nou, als je dan sokken koopt voor je vader, dan wil je natuurlijk je moeder ook een beetje warm houden. Dus had ik gedacht aan deze pantoffels, die ik echt heel erg schattig vind. Misschien ook wel iets om op je wishlist te zetten. Voelen echt van de buitenkant heel erg zacht aan, maar dat zijn ze van binnen natuurlijk ook. En ze zien er ook nog eens heel leuk uit, zo lichtroze met die pompoms eraan. Echt
heel cute. En deze zijn €5,95. Dus voor pantoffels vind ik dat echt een topprijs. Dan heb ik nog zoiets wat ik zelf ook op mijn wishlist zou zetten. Namelijk een sieradendoosje. En ja, ik kom deze nu tegen. Die vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Dit is een bordeaux kleurige, maar was er in allerlei andere kleuren. Ook volgens mij in het lichtgrijs en in het lichtroze. Nou, ik vond deze bordeaux kleurige heel erg mooi. Het heeft iets heel erg chiques. Er zit ook zo'n diamantachtig knopje aan. En je kan hem natuurlijk ook openen. Ja, dat is wel zo handig. Nou, dan komt er meteen een spiegel tevoorschijn. Maar dat niet alleen. Je hebt hier dus de mogelijkheid om allerlei dingen kwijt te kunnen. Ik denk dat je hier vooral je ringen in kwijt kunt. En dan heb je hier nog een vlak voor, nou ja, zoiets als oorbellen of misschien armbanden. En, ook wel handig, je kunt dit eruit halen. En dan heb je daaronder nog een bodem. Het is echt een soort van secret bodem. Hier kun je allerlei kanten mee op. En ik vind hem echt heel mooi. Ik vind ook dit patroon erop echt wel heel erg leuk. Dus ziet er chic uit. En deze is €4,99. En is heel leuk om te geven, maar zeker ook leuk om te krijgen. Dan heb ik nog zo'n kant-en-klaar gift set gevonden. Deze heb ik eigenlijk vooral meegenomen omdat die gewoon te leuk was om te laten staan. Ik ga hem deze video in laten sleeën. Want het is een slee, jongens. Nou, dit is toch leuk gedaan? En er zit alles in wat je nodig hebt. Even kijken, dan heb ik het over een bath and shower gel, een body lotion. Dit is voor iedereen handig. We hebben allemaal wel weer eens een keertje zeep nodig. Of een body lotion. Nou, het zit hier allemaal in. En het is meteen zo kerstig, weet je wel. En deze is €4,95. Helemaal compleet. Dan iets wat misschien nog niet zo compleet is, maar wat je zelf wel compleet zou kunnen maken. Dat is deze kaarshouder. Maar je kunt hier natuurlijk ook een plantje in doen. En deze vond ik zo chic dat ik dacht, ja, dit is echt zoiets voor je schoonmoeder of zo, weet je wel. Kan je heel goed mee komen aanzetten. Het ziet er gewoon chic uit. En als je er zelf een plantje in doet of een kaarsje, dan kan je het nog mooier maken dan het al is. Deze is €2,95 en voor die prijs vind ik hem er echt heel goed uitzien. Nou, dan was ik natuurlijk nog niet klaar voor mijn vader. En ik kwam nog iets heel erg leuks tegen. Iets waar ik jullie absoluut mee wilde inspireren. Namelijk deze eau de parfum. En dit is de Prime Time for Men. Hoe gaaf is ook weer deze vormgeving. Het is namelijk vormgegeven als een horloge, maar ondertussen is het dus een parfum. Mocht jij deze nou wel al hebben geroken, laat me dan vooral eventjes weten wat je ervan vond. Er zit in ieder geval 100 milliliter in, dus dat is best wel veel. Kan hier heel lang mee door. En deze is €6,95. Nou, dan heb ik nog één verpakkingje gevonden waarvan ik het ook niet kon laten om die mee te nemen. Sokken, helemaal prima, maar sokken in zo'n doosje, nog leuker. Deze vind ik wel heel erg leuk zo met die met al die kerstachtige blaadjes erop. En zoiets kun je natuurlijk ook nog heel vaak hergebruiken. Hierin is eigenlijk best wel veel ruimte, dus je kunt er een vrij groot cadeau in kwijt. En deze is €1,69. Dan zijn we alweer bij het laatste item. En deze kwam ik ook als laatste tegen, maar ik moest hem sowieso meenemen. Want dit is echt heel veel gezelligheid op je beeldscherm. Namelijk Unicorn Makeup Brushes. Ik moet zeggen, ik heb deze zelf dus ook al in het goud, maar ook in het rosé goud. En nu zag ik dus ook deze, die ook echt van die unicorn kleur hebben, weet je wel, een beetje zo holographic. Het is een vlinderkwastje, een wat kleiner kwastje en dan nog een wat grotere poederkwast is dat, geloof ik. Ja, je zou misschien kunnen denken dat dit voor jongeren is, maar ik denk dat ouderen hier ook nog wel blij van worden. En deze is €3,95, dus dat vind ik ook een hele mooie afsluiter voor al deze budget kerstcadeautjes. Die, als ik er zo naar kijk, allemaal wel echt iets heel erg leuks hebben. Dus ik hoop dat jullie dit ook leuk vonden natuurlijk. Laat me vooral in de comments eventjes weten wat jouw favoriet was van deze video. Vergeet natuurlijk ook niet om eventjes je duimpje omhoog te doen. En even een kijkje te nemen op mijn kanaal, Larissa Bruin. In ieder geval super leuk dat je hiernaar hebt gekeken. Bedankt daarvoor en hopelijk weer tot snel. Doeg!